tijd om te starten met de Nederlandstalige sessie. Dus, deze voordracht kadert in feite binnen de opdracht van de Taskforce COVID-19 Therapeutics, die is opgericht eind vorig jaar binnen het KCE. De rol daarvan is een soort rolling review te hebben van de wetenschappelijke gegevens om de minister van Volksgezondheid te adviseren rond de aankoop en het gebruik van geneesmiddelen voor COVID-19. In die taskforce zetelen zowel specialisten, huisartsen als ook vertegenwoordigers van de verschillende instellingen van de overheid. Dit webinar is gefocust op de immuungecompromitteerde patiënt en meer specifiek wordt verder ingegaan op de introductie van twee nieuwe moleculen, namelijk Evusheld en Paxlovid. Hierbij wens ik toch even ook de aandacht te vestigen op de taskforce onder leiding van professor Dirk Ramakers. En we hebben het genoegen van deze avond professor Steven Kalles van Universitair Ziekenhuis Gent te mogen verwelkomen, die diensthoofd is van de afdeling Algemene Inwendige Ziekten en ook rond COVID specifiek ook heel wat adviezen reeds heeft mede geformuleerd, onder andere binnen de HEMS. En na deze voordracht zal Tessa van Montvoort, ook zeer belangrijk binnen de Taskforce Therapeutics voor de coördinatie, uitleggen hoe het voorschrift en distributie zowel van Evusheld als Paxlovid worden aangepakt. En daarna hopen we dat er nog 15 minuten minstens overblijven om jullie vragen te beantwoorden en zeer belangrijk hierbij gelieve deze te stellen in de questions and answers en niet in de chat. Een belangrijke mededeling ook is dat deze meeting zal opgenomen worden of wordt opgenomen en de recording zal gepubliceerd worden onder de Taskforce COVID Therapeutics op de website en dat is binnen de website van het KCE. Dus de Q&A-tool, zoals gezegd, wil die gebruiken en dan zullen we zeker ingaan op uw vragen. Een disclaimer. Voor COVID geldt de uitspraak rien n'est plus sûr que le changement. En daarom ook de adviezen die hier gaan gegeven worden. Het kan goed zijn dat de komende dagen dat de wetenschap al geëvolueerd is en dat deze dus moeten aangepast worden. Dus even toch deze disclaimer. En nu geef ik graag het woord aan professor Kalles om COVID-19 specifiek bij patiënten met een ernstige immuungecompromitteerde toestand om daar de positie van Evusheld en Paxlovid in te situeren. Steven? Goed, goedenavond iedereen. Dank u voor de introductie. En inderdaad, we zullen het hebben over Evusheld en Paxlovid, wat bijkomende middelen zijn in toch wel een spectaculair armatorium die we hebben kunnen opbouwen over de voorbije 2 jaar. Gaande van vaccinatie, remdesivir, sotrovimab, Regeneron en molnupiravir met deze 2 additionele middelen die erbij komen. Volgende slide. Ja, goed. Dus COVID-19 en de ernstige immuungecompromitteerde patiënt, daarin weten we dat in de eerste plaats, ondanks het feit dat ze een 4e dosis hebben gekregen of een 3 spuiten met een booster, dat men jammer genoeg in deze groep heel wat lage of minimale of niet-responders geeft in de groep van de immuungecompromitteerden.
Het tweede wat we vaststellen in deze pandemie is dat het veld van het virus al verschillende malen is overgenomen geweest door varianten. De laatste variant die nu in België hoofdzakelijk aanwezig is, is het BA2 Omicron variant, die misschien dan wel een milder klinisch beeld geeft. Maar laat ons eerlijk zijn dat de cijfers nog altijd niet zeer gunstig zijn, met meer dan 7000 nieuwe gevallen en 200 opnames per dag. Jammer genoeg komt met deze varianten ook de monoclonale antistoffen of de Achillespees van de monoclonale antistoffen aan het licht. Immers, die monoclonale antistoffen die binden aan één epitoop, waarbij dat het gemakkelijk is voor het virus om varianten te gaan ontwikkelen. Nu, dat veranderende COVID-veld, zowel in de therapeutics als in het virus, maakt dat er eigenlijk constant nieuwe behandelingsrichtlijnen zijn die uitgebracht worden. Richtlijnen die gemaakt zijn op het niveau van het ziekenhuis, onder de auspiciën van de BVKM en Cienzano. Maar ook richtlijnen die voor de eerste lijn belangrijk zijn geworden, die gemaakt worden onder de auspiciën van KCE. Maar met andere woorden, met het huidige armatorium komen we er niet helemaal en zijn elke nieuwe mogelijke optie moeten we kunnen inzetten op het veld. En we kunnen dat naast de vaccinatie in het profilactische veld met de Evusheld en in het behandelingsveld met Paxlovid. Zoals Frank al zei, het is heel belangrijk te weten dat de enigste zekerheid die we hebben in het leven dat er verandering kan zijn. En ja, in de laatste 2 jaar is de wetenschappelijke vooruitgang en de hoeveelheid data die gegenereerd zijn enorm. En dit zal ongetwijfeld, zeker wat betreft de behandelingsstrategieën, nog enige tijd verder gaan. Dus alle richtlijnen die vandaag worden gezegd, kunnen aangepast worden. Hoe definiëren we de immuungecompromitteerde patiënt? Ja, die wordt eigenlijk gedefinieerd in verschillende subgroepen, maar uiteraard is immuungecompromitteerd alles wat te maken heeft met het immuniteitssysteem. En dat kan wel zowel zijn een hematologische maligniteit die aanwezig is, iemand met een vaste orgaan, kankers die cytotoxische behandeling ondergaan, een transplantpatiënt, zowel vaste orgaan als hematopoëtische stemceltransplantpatiënt, patiënten die in het laatste jaar B-cel depletietherapie hebben gekregen, waarvan dat de bekendste rituximab is voor mij. Primair immuundeficiëntie, patiënten met HIV, met CD4's minder dan 200 of die een ongecontroleerde of detecteerbare virale lading hebben. CAR-T-celtherapie is belangrijk. En dan patiënten die behandeld worden met immuunsuppressiva, zoals antiproliferatieve, azathioprine, mycophenolate, calcineurine-inhibitoren, tacrolimus, cyclosporine, CTLA-4-inhibitoren, die een niet-exhaustieve lijst is hier, en ook JAK-inhibitoren en dergelijke meer. Ook patiënten met hemodialyse en peritoneale dialyse, die worden onder de immuungecompromitteerde patiënten beschouwd, maar komen niet in aanmerking voor Paxlovid, omdat een terminale nierinsufficiëntie een exclusiecriterium is. Volgende slide. Goed, in het management of de aanpak voor deze patiënten met de immuunsuppressie zijn er 2 mogelijkheden die er nu zijn. Enerzijds is er de vaccinatie, maar het kan zijn dat er een onvoldoende antwoord is na de verschillende boosters die de patiënten hebben gekregen. Met dan inderdaad de mogelijkheid om Evusheld intramusculair te gaan toedienen. In België, net zoals initieel in Frankrijk, wordt er een voorwaarde opgelegd, namelijk dat de serologie gecontroleerd wordt en dat er een niveau moet zijn onder de 260 units per milliliter. In de behandeling is Paxlovid de nieuwe kit on the block, maar er is ook een mogelijkheid om remdesivir gedurende 3 dagen intraveneus toe te dienen.
of Lagrevio molnupiravir. Maar daarvan weten we dat de data wat minder sterk zijn dan voor Paxlovid. En Lagrevio in België is eigenlijk beperkt tot het behandelen in uitbraken in woonzorgcentra en hospitaalomgeving. Lagrevio, waarom is die beperking er voor Lagrevio? Die is er omdat er een theoretisch risico is op mutaties en dat inderdaad niet voor een jongere populatie of voor een vrouwelijke populatie aangewezen zou zijn dan. Wat is het mechanisme van actie en hoe wordt Evusheld toegediend? Wel, het zijn in tegenstelling tot Zotrovimab, maar in vergelijking met de Regeneron die we hebben kunnen gebruiken, is het samengesteld uit twee monoclonale antistoffen die binden aan het S-proteïne. Wat belangrijk is op te merken in dat mechanisme van werking, is dat die twee monoclonale antistoffen, dat die op die wijze zijn aangepast, dat er eigenlijk een heel lange washout periode is voor deze patiënten. En dus de efficiëntie van die antistoffen die duurt minstens 180 dagen en waarschijnlijk wel iets langer. Het wordt toegediend via intramusculaire toediening, 150 milligram opgelost in 1,5 milliliter in de twee gluteusstreken die worden gegeven. Het wordt gegeven in een ziekenhuis, liefst 15 dagen na een SARS-CoV-2 booster, zodanig dat er toch enige afstand is en dat die bepaling van de serologie is kunnen gebeuren. Wat betreft resistentie, en zoals ik al zei, die monoepitopische binding is wat Achillespees van de monoclonale antistoffen. Wel, we weten dat Silgavimab actief blijft in vitro voor Omicron. Tixagevimab, sorry, zou minder of geen activiteit hebben, but the proof of the pudding is in the eating, obviously. We wachten daar nog op echte real-life data. Nu, desalniettemin heeft de FDA in de Verenigde Staten reeds beslist om een dubbele dosis te gaan toedienen aan patiënten, omwille van die resistentievorming bij immuungecompromitteerde patiënten. In Europa is dat nog niet het geval. Er is wel een procedure bezig in het EMA om te kijken of dit ook in Europa zou toegepast worden. En België volgt vooralsnog de bijsluiter en geeft geen dubbele dosissen aan de patiënten. Volgende slide. De PROVENT trial is nog niet gepubliceerd, maar zal eerstdaags in de New England Journal of Medicine worden gepubliceerd. De PROVENT trial was een eerste van trials die uitgevoerd zijn met Evusheld in een reeks die uitgevoerd zijn voor profilactische behandeling, voor vroegtijdige behandeling of voor behandeling van ernstig zieke patiënten. Enkel de profilactische behandeling of profilactisch gebruik wordt vandaag toegestaan in België. Wat hebben we van de trialgegevens die beschikbaar zijn? Wel, er is de PROVENT-studie heeft een study subjects geïncludeerd die een verhoogd risico hadden voor ernstige COVID-19 of een onvoldoende antwoord op immunisatie, dus met andere woorden seronegatieve patiënten. Het was een vrij jonge populatie met 56% jonger dan 60 jaar en 11,3% ouder dan 70 jaar. Driekwart van de deelnemers was van het Caucasische ras en de studiepopulatie was gebalanceerd wat betreft het gender.
Er waren comorbiditeiten, maar dat was natuurlijk ook wel de bedoeling van de studie. Maar belangrijk is op te merken dat die comorbiditeiten vooral cardiovasculaire comorbiditeiten waren en obesitas. En dat patiënten onder immuunsuppressiva eigenlijk slechts een minderheid van de patiënten uitmaakten. Interventie die bestond uit een 2-op-1 randomisatie met 3500 patiënten die geïncludeerd zijn in de actieve arm en 1800 patiënten die geïncludeerd zijn in de placebo-arm. De outcome was de incidentie van symptomatische ziekte en er zijn data beschikbaar tot 6 maanden na initiële toediening. Wat men heeft gezien is dat de incidentie van infecties onder Evusheld, dus het actieve product, dat ongeveer 0,23% van de deelnemers, of 8 op 3441, bij placebo was dat 0,98% of 17 op 1731 deelnemers. Dat wil zeggen dat er een relatieve risk reduction was van 77%, die statistisch significant was. In absolute cijfers is dat 0,75%. Een number needed to treat van 133, wat eigenlijk wel belangrijk is. Dus 133 mensen moeten Evusheld krijgen om 1 infectie te gaan vermijden. Heel belangrijk is dat bij de adverse events dat een hoger aantal patiënten cardiovasculaire en tromboembolische events doormaakte na Evusheld vergeleken met placebo. In absolute cijfers was dat verschil niet zeer groot en het zou nog altijd een type 1 error kunnen zijn, maar is zeker iets, zoals we weten, van de vaccinatie of zoals we weten van de ziekte zelf iets op te volgen waar ook bij vaccinatie en ziekte hogere tromboembolische events beschreven zijn. De volgende slide. Wat heel belangrijk is om te weten is dat er een de opvolging van de patiënten gelimiteerd is tot een zestal maanden. We weten eigenlijk nog niet lang hoe lang dat die bescherming doorgaat, maar zoals gezegd, het is een gemanipuleerd monoclonaal antistof die eigenlijk een zeer gunstige farmacokinetiek telt. Belangrijk om te noteren is dat ondanks het feit dat Evusheld wordt gepositioneerd voor het gebruik in ernstig immuungecompromitteerde patiënten, dat de data, en dat is niet verwonderlijk, dat is in heel veel trials zo, dat de data slechts beperkt zijn in deze populatie. Ook belangrijk om op te merken is dat deze studies hoofdzakelijk in ongevaccineerde studiesubjects is doorgegaan. Men zou kunnen stellen dat waarschijnlijk de number to treat hoger kan zijn in de gevaccineerde. Desalniettemin is er natuurlijk door het gebruik van serologie een selectie van patiënten die non-responders zijn aan het vaccin. Maar goed, het is uitgevoerd in ongevaccineerden, dus het zou kunnen zijn dat de number to treat hoger is. Ook belangrijk om op te merken is dat de alpha-variant aan het circuleren was op het ogenblik van de PROVENT-studie en dat die wel heel gevoelig bleek te zijn voor beide monoclonale antistoffen. En uiteraard moeten we ons afvragen wat de kost is om 1-symptomatische behandeling te vermijden, alhoewel dat ik zelf geen toegang heb tot of geen weet heb van de kost van het product. Zoals gezegd, monoclonale antistoffen, Achillespees, het epitoop kan snel veranderen. Het is altijd mogelijk, en dat hebben we gezien in verschillende klinische gevallen en gevallen die gepubliceerd zijn, dat bij immuungecompromitteerde patiënten dat er een verlengde viral shedding kan optreden. Indien dat zou optreden bij een patiënt, indien u een doorbraakinfectie zou hebben bij een patiënt onder Evusheld en of een verlengde viral shedding, neem dan staaltjes,
voor die PCR uit en vraag jullie labo om de stalen door te sturen naar het Nationaal Referentiecentrum, zodanig dat een eventuele resistentiebepaling of een genetische bepaling met eventuele resistentie als gevolg kan uitgevoerd worden. Volgende slide. En dan komen we aan Paxlovid. En Paxlovid is eigenlijk een combinatie van twee middelen. Ze zijn co-packaged. Er is nirmatrelvir, wat een protease-inhibitor is, en wordt gecombineerd met ritonavir. En ritonavir is eigenlijk een CYP3A4-inhibitor, is ook een protease-inhibitor, werd heel vroeg in de HIV-epidemie gebruikt als protease-inhibitor, maar in hoge dosis. Gaf het heel veel bijwerkingen, maar men zag wel dat het een goede remmer was van CYP3A4, zodanig dat het eigenlijk gebruikt is gedurende heel vele jaren in anti-HIV-behandeling. Wat doet de ritonavir? Wel, de ritonavir zorgt eigenlijk dat de metabolisatie van nirmatrelvir verminderd wordt, waardoor dat de biobeschikbaarheid van het middel verlengd wordt en wat dan weer in een gunstig toedieningsschema uitmondt. Hoe bestaat dat of hoe ziet dat behandelingsschema eruit? Er wordt een behandeling gegeven gedurende een vijftal dagen. Dat zijn twee tabletjes van nirmatrelvir plus één tabletje van 100 milligram van ritonavir die gegeven wordt. Ze worden allemaal samengenomen, de drie tabletten, tweemaal per dag gedurende vijf dagen. Belangrijk, en dat heb ik daarnet al opgemerkt voor Paxlovid, in geval van nierinsufficiëntie moet de dosis worden aangepast. In geval van terminale nierinsufficiëntie kan het niet toegediend worden. Het wordt voorgeschreven door de specialist en het wordt toegediend in de thuissetting, dat is de bedoeling van de orale behandeling, maar over de praktische modaliteiten zal Tessa straks uitweiden. De volgende slide. Welke zijn de resultaten? Wel, die zijn ook recent gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Ongeveer dezelfde populatie die men heeft gebruikt in de Evusheld, maar uiteraard waren dit patiënten die reeds geïnfecteerd waren, die niet gehospitaliseerd waren, die maximaal 5 dagen symptomen hadden, maar wel patiënten die uiteraard een verhoogd risico hebben voor ernstige COVID-19. Ook hier een vrij jonge populatie, 45 jaar, met slechts 12,8% van de patiënten die ouder was dan 65. Ook hier waren het aantal comorbiditeiten heel hoog, maar het betrof cardiovasculaire patiënten of patiënten met obesitas. En net zoals in de andere trial zijn slechts weinig immunocompromitteerde patiënten geïncludeerd. Belangrijk om op te merken is dat in de publicatie, en daar kom ik straks op terug, dat concomitante medicatie niet vermeld wordt. De studiepopulatie die bestond uit een 1100 patiënten in beide groepen. Dus een 1-op-1 randomisatie van Paxlovid en placebo. En de outcome in dit geval was COVID-gerelateerde hospitalisatie of overlijden door elke oorzaak tot 28 dagen. Patiënten die behandeld werden binnen de 5 dagen, daar zag men dat hospitalisatie of overlijden beperkt was tot 0,8% in de groep die behandeld werd met Paxlovid, in tegenstelling tot 6,3% in de groep die met placebo werd behandeld. Dat is een relatief risicoreductie van 88%, wat een beter resultaat was dan molnupiravir. Maar er is geen head-to-head comparison, dat wil ik toch wel benadrukken. En een absolute riskreductie van 5,6%. Wat betekent dat het number needed to treat om 1 hospitalisatie of overlijden te gaan vermijden, dat 18 patiënten moeten behandeld worden met Paxlovid. Wat betreft de adverse event was het heel opvallend dat in de groep die behandeld werd met Paxlovid, dat er
Reukstoornissen ontstonden in 5,6% van de actieve groep ten opzichte van, ik ben even het cijfer kwijt, maar het was 1,2 of 1,3% in ieder geval lager in de placebo-groep. En er werd ook meer diarree gerapporteerd in de actieve groep, maar dit hoeft niet te verwonderen, omdat dit een gekende bijwerking is van ritonavir. Opnieuw kunnen de geurstoornissen of de reukstoornissen beter die de patiënt ondervinden, kan een type 1 error zijn binnen de studie. Dat is al niet te min op te volgen in de postmarketingstudies die er ongetwijfeld komen. Volgende slide. Wat is belangrijk, en ik heb de nadruk er al op gelegd, wat is belangrijk bij het gebruik van de Paxlovid, is dat we ons van moeten bewust zijn dat ritonavir een heel sterke inhibitor is van CYP3A4. Mensen die gekend zijn met de behandeling van HIV-patiënten, die hebben de reflex om alle concomitante medicatie te gaan opvolgen. Of patiënten geïnfecteerd met HIV, die behandeld worden met ritonavir, die hebben altijd de reflex om ons of de huisarts te contacteren om te vragen of een medicatie al dan niet mag toegediend worden. Er is wel een groot verschil met de behandeling met HIV en Paxlovid, namelijk dat Paxlovid een behandeling is van slechts 5 dagen, terwijl dat bij een HIV-patiënt uiteraard dit op lange termijn wordt doorgegeven. Vandaar dat er ook verschillende opties worden gegeven. Het kan zijn dat gedurende een vijftal dagen dat je de voorkeur eraan geeft om de medicatie te stoppen. Je kan alternatieve medicatie geven. Je kan vooral wat betreft de doseerbare therapieën, de calcineurine-inhibitoren en dergelijke meer, zou je een verhoogde monitoring kunnen doen voor bijwerkingen of de drug levels frequenter gaan bepalen. Zoals ik al zei, je kan tijdelijk stoppen met bepaalde medicaties. Ik denk maar aan statines, waar je gemakkelijk 5 dagen kunt stoppen. Maar uiteraard in alle andere therapieën, antiaritmica, patiënten die op immuunsuppressiva staan, voor vaste orgaantransplanten of hematopoëtische stamceltransplanten. Patiënten die behandeld worden met hoge dosis steroïden en dergelijke meer, heb je niet altijd een alternatief die kan gegeven worden en kun je ook niet altijd de medicatie stoppen. De keuze om toch de specialisten te contacteren voor de toediening van deze medicatie is ook ingegeven door die belangrijke interacties die er zijn. Nu, gelukkig zijn er middelen beschikbaar om die interacties op een heel snelle manier te gaan kennen. En de Liverpool School die heeft eigenlijk een zeer mooi instrument die al jaren onderhouden wordt, zowel voor HIV, voor hepatitis C en voor oncologie. En hebben nu ook een COVID-19 drug interaction checker online gezet, waar je niet enkel Paxlovid kunt terugvinden, alle andere COVID-19-medicatie kunt terugvinden en dan in een andere lijst kunt gaan aanduiden wat de patiënt neemt. Deze website gebruikt eigenlijk een kleurencode. Groen, oké, geen interacties verwacht. Rood, niet samen toedienen, zoek naar een alternatief. En oranje, let op, misschien moet je dosis gaan veranderen of kun je inderdaad klinisch gaan monitoren wat uw patiënt is. Er is ook een tool die onderhouden wordt door Pfizer, die gevraagd is door EMA. En door deze barcode te gaan scannen,
kun je eigenlijk rechtstreeks op de website terechtkomen. Dat is een meer narratieve website, dus je moet eigenlijk een tekstje doorworstelen beter om te weten welke interactie dat er mogelijk is met bepaalde medicatie. Is iets minder gebruiksvriendelijk, maar is zeker ook een alternatief indien de drug interactions dat ook geen antwoord geeft op uw vragen. Volgende slide. En dit is puur ter illustratie van de mogelijke drug-drug interactions die er zijn. Dat is een heel, heel lange lijst en er is virtueel geen klasse van belangrijke medicatie die we gebruiken bij onze immuungecompromitteerde patiënten die niet potentieel in deze lijst staat. Deze lijst tonen we vooral om te benadrukken dat die heel snelle check op die COVID-19 drug interactions checker, dat eigenlijk een standaard handeling zou moeten zijn voor Paxlovid wordt voorgeschreven aan de patiënt. Volgende slide. Zoals gezegd zijn er nog wat andere punten van aandacht. Bij renal impairment is er een dosisreductie indien de EGFR zich tussen de 30 en de 60 milliliter per minuut per 1,73 vierkante meter bevindt, waarbij dat de dosis verminderd wordt naar 150 milligram, dus niet 2x 150 milligram, maar 150 milligram plus 100 milligram ritonavir 2 maal per dag gedurende 5 dagen. En bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie, dus minder dan een klaring van minder dan 30, of gedialyseerde patiënten, is het gecontraindiceerd. Ook bij leverlijden is er geen dosisaanpassing nodig voor mild en voor milde hepatische insufficiëntie. Ik ben nu even het woord vergeten voor moderate in Nederlands. En Paxlovid kan niet gebruikt worden bij ernstig hepatisch lijden of hepatisch falen. Belangrijk is te weten dat net zoals bij de monoclonale antistoffen dat er een theoretische mogelijkheid is voor resistentie. Zelf heb ik nog geen weet van de resistentie, wel van therapie falen, maar niet van resistentie die zou ontwikkeld zijn. Vanuit de HIV-wereld en de hepatitis C-wereld weten we dat de protease-inhibitoren meestal een zeer hoge barrière hebben voor resistentie, of dit ook voor de protease van het coronavirus waar is, dat zal de klinische praktijk leren. De firma is in ieder geval wel gerust dat met de data die zij hebben dat er weinig resistentie kan optreden. Heel belangrijk is dat de behandeling heel vroeg gestart wordt. En de beste cijfers werden eigenlijk gehaald voor die mensen die binnen die 3 dagen na vaststellen van infectie of symptomen behandeld geweest zijn. En dus met andere woorden, wanneer een PCR positief is, hoef je niet te wachten op de symptomen. De patiënt kan vroegtijdig worden behandeld. Ik vermoed dat de volgende slide overgaat naar de volgende spreker dan. Inderdaad, dank u professor Callens voor deze zeer duidelijke uiteenzetting. En ik geef nu het woord aan Tessa voor de procedure uit de doeken te doen, zowel voor Paxlovid als voor Evusheld, voor zover die al gekend is. Dank u wel, Tessa. Inderdaad, in wat volgt zullen wij aan u de procedure voorstellen voor het voorschrijven, bestellen en afleveren van respectievelijk Paxlovid en Evusheld. En op de volgende slide starten we met een samenvatting van de procedure voor Paxlovid. Het is enkel de arts-specialist die de patiënt met een ernstige immunodeficiëntie, het zij ten gevolge van ziekte, het zij ten gevolge van een behandeling, opvolgt, die Paxlovid kan voorschrijven. En nadat de diagnose van COVID-19 werd vastgesteld op basis van een moleculaire of een snelle antigeentest, dan neemt de ernstig immuungecompromitteerde patiënt zo snel als mogelijk
contact op met de arts-specialist die hem of haar opvolgt. De huisarts van de patiënt die gaat hierbij na of de patiënt ook effectief dit contact heeft gelegd. Om de behandeling met Paxlovid vervolgens te kunnen beginnen, is er eerst een consultatie nodig tussen de patiënt en zijn of haar arts-specialist om na te gaan of de patiënt ook effectief in aanmerking komt voor deze behandeling. Die raadpleging die kan plaatsvinden via de telefoon, via een videoconsult of ook fysiek, afhankelijk van de beschikbaarheid van de specialist, maar ook in functie van het zo snel mogelijk kunnen opstarten van de behandeling. De patiënt moet behoren tot een van de subgroepen van ernstig immuungecompromitteerde patiënten die daarnet door professor Callens werden toegelicht. De arts-specialist controleert ook in nauw overleg met de huisarts of er geen contra-indicaties zijn voor de behandeling met Paxlovid. Mocht er twijfel zijn, en dan in het bijzonder over het gebruik van ritonavir, dan kan de arts-specialist desgewenst ook contact opnemen met een arts gespecialiseerd in infectieziekten of een arts die ervaring heeft met behandelingen op basis van ritonavir. Als de patiënt in aanmerking komt en er geen contra-indicaties werden vastgesteld, dan kan de specialist een elektronisch voorschrift op naam van de patiënt opstellen. Nadat de specialist dat voorschrift heeft uitgeschreven, bestelt de patiënt de behandeling bij een officina-apotheker naar keuze, bij voorkeur de huisapotheker. Ook de apotheker controleert vervolgens nogmaals of er geen ernstige interacties zijn tussen de behandeling met Paxlovid en de recent aan de patiënt afgeleverde geneesmiddelen. De apotheker bestelt vervolgens Paxlovid bij de distributeur, die is aangesteld door de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, in casu is dat Medista, via het speciaal daarvoor bestemde formulier dat u ook terug kan vinden in de SOP. Zodra de behandeling met Paxlovid bij de apotheker is toegekomen, brengt hij of zij de patiënt daarvan zo snel als mogelijk op de hoogte en dan kan vervolgens een familielid of een verzorger van de patiënt naar de apotheek komen met de elektronische identiteitskaart van de patiënt om de behandeling op te halen. De opvolging vervolgens van de patiënt die gebeurt bij voorkeur in het kader van een telemonitoringprogramma, waarbij de patiënt van op afstand wordt opgevolgd in een programma binnen de RISIF-conventie. In het geval van niet-deelname aan zo'n telemonitoringprogramma, omdat de patiënt dit ofwel weigert ofwel omdat dit niet haalbaar blijkt te zijn, dan wordt de opvolging van de patiënt volledig door de arts-specialist gedaan die ook de behandeling met Paxlovid heeft voorgeschreven. Volgende slide. Bij het voorschrijven en bestellen van Paxlovid dient u er rekening mee te houden dat er een zekere tijd nodig is om de medicatie te leveren vanuit de strategische voorraad. En in het bijzonder in het kader van de opstart van de behandeling binnen de 5 dagen, waar zo net ook al sprake van was. In de tabel die u hier ziet staan de tijden voor zowel weekdagen als weekends vermeld. U kan deze opnieuw ook consulteren in de SOP die beschikbaar is op de KCE-website. Spoedleveringen zijn mogelijk, maar die moeten waar mogelijk worden vermeden. Behandelingen die zijn toegekomen in de apotheek, maar die niet werden afgeleverd aan patiënten en die de apotheek ook niet hebben verlaten, die worden door de behandelende apotheker teruggestuurd naar Medista en die kunnen achteraf opnieuw worden uitgeleverd. Een volgende slide. Zoals daarnet al gesteld, de opvolging via een prehospitaal telemonitoringprogramma georganiseerd door een ziekenhuis en erkend binnen de RISIF-conventie, die wordt ten eerste aanbevolen voor een optimale bewaking van de patiënt tijdens de behandeling met Paxlovid. Het is de arts-specialist die Paxlovid heeft voorgeschreven, die verantwoordelijk is voor de inclusie van de patiënt in zo'n telemonitoringprogramma. Maar ook de huisarts die kan hiertoe het initiatief nemen, weliswaar na overleg met de arts-specialist in het kader van duidelijke taakafspraken. Op de slide hier vindt u een overzicht van de door het RISIF erkende programma's voor telemonitoring in zo'n prehospitaal traject. En zoals eerder gezegd, de follow-up van de patiënt bij een niet-deelname in zo'n telemonitoringprogramma, die wordt door de arts-specialist gedaan die Paxlovid heeft voorgeschreven. Mag naar de volgende slide gaan. Alle ongewenste bijwerkingen die worden aan het FAGG gerapporteerd via het bekende farmacovigilantieportaal. Het is daarbij belangrijk dat alle bijkomende geneesmiddelen, inclusief de geneesmiddelen zonder voorschrift, ook aan het FAGG worden gemeld bij het registreren van ernstige of onverwachte bijwerkingen. Naast haar specialist kunnen ook patiënten zelf natuurlijk rechtstreeks die ongewenste effecten melden.
Gegeven er verder toch nog een aantal vragen zijn over het gebruik van Paxlovid en dan in het bijzonder binnen de context van het Belgische gezondheidszorgsysteem, werd verder nog een aanvullende en zeer beperkte datacollectie opgezet. De artsen die verantwoordelijk zijn voor die telemonitoringprojecten, die worden gevraagd om op de eerste dag van elke maand de volgende gegevens aan het KCE te verstrekken. In eerste instantie het aantal ernstig immuungecompromitteerde patiënten met een bevestigde symptomatische SARS-CoV-2-infectie die effectief met Paxlovid zijn behandeld. Ten tweede, het aantal ernstig immuungecompromitteerde patiënten behandeld met Paxlovid en die ook in het ziekenhuis zijn opgenomen als gevolg van deze bevestigde symptomatische SARS-CoV-2-infectie. De derde, het aantal ernstig immuungecompromitteerde patiënten behandeld met Paxlovid en die ook effectief overleden zijn aan deze bevestigde symptomatische SARS-CoV-2-infectie. En dan als vierde en laatste parameter het aantal patiënten waarvoor ernstige of onverwachte bijwerkingen gemeld werden aan het FAGG. Dan, dat was wat betreft de informatie voor Paxlovid. We gaan nu inderdaad verder op de volgende slide met de praktische informatie omtrent de verdeling van Evusheld. Net zoals bij Paxlovid mag enkel een arts-specialist belast met de behandeling van een patiënt met een ernstige immuun, mogen Evusheld voorschrijven. En Evusheld is in principe vanaf eind mei verkrijgbaar in België. Je ziet hier een schematisch overzicht van de procedure. Voor Evusheld nemen de artsspecialisten die belast zijn met de behandeling van deze patiënten, die nemen contacten met hen op om een profylactische behandeling met Evusheld voor te stellen. De artsspecialist gaat ook hierna of de patiënt in kwestie voor behandeling in aanmerking komt. En, opnieuw zoals uiteengezet door professor Kalles, moet de patiënt behoren tot een van de subgroepen van die ernstig immuungecompromitteerde patiënten. En bovendien moet er ook een non-respons zijn op de boostervaccinatie. En deze non-respons die wordt gedocumenteerd op basis van een antilichaamtest met een resultaat van minder dan 260 bindende antilichamen per milliliter. Indien de patiënt ook effectief in aanmerking komt, dan bezorgt de arts-specialist een elektronisch voorschrift aan de patiënt. En het is in dit geval de ziekenhuisapotheek die dan de profylactische behandeling met Evusheld bestelt. En de behandeling wordt ook in het ziekenhuis aan de patiënt toegediend. Tijdens en na de behandeling met Evusheld wordt de patiënt zorgvuldig opgevolgd door de voorschrijvend arts-specialist. De vorige sprekers hebben al gealludeerd op bestaande onzekerheden en ik ga dat ook doen. Deze procedure die is nog in ontwikkeling en kan nog onderhevig zijn aan wijzigingen. En ook een definitieve datum van de inwerkingtreden van deze procedure voor Evusheld wordt u later nog bevestigd. Voilà. Tot wat betreft de praktische details voor het voorschrijven en verdelen van Paxlovid en Evusheld. En dan geef ik graag het woord terug aan dokter Hulstaert voor de Q&A. Oké. Dus ik zou ook iedereen willen danken voor de deelname, de vragen ook, die zeer nuttig zijn bij de opstart van dit initiatief. En dan, ik zou zeggen, tot een volgende keer. En nogmaals iedereen bedanken. Tot later. En hou de website in de gaten, zou ik zeggen. En de recording zal ook publiek gemaakt worden. Dus u kan, voor degenen die niet konden deelnemen, dat komt in orde ook. Die kunnen het nog eens volgen. Tot later. Goedenavond. Bedankt iedereen. Fijne avond.